als er één God is, waarom zijn er dan zoveel kerken? En als er zoveel kerken zijn, is er dan wel één God? Zo zou u langs de panelen kunnen schuifelen die hier zo prachtig zijn uitgestald en de teksten lezen. Zeker als u niet kerkelijk bent geschoeid, zult u zich dat afvragen. Maar ook als u misschien wel teleurgesteld de kerk hebt verlaten, zult u zich ook die vraag kunnen stellen als u deze prachtige tentoonstelling bekeken hebt en de teksten gelezen. Deze tentoonstelling is, naar mijn gevoel, representatief voor de ontwikkeling van kerkelijk Nederland, Nederland in de Lage Landen, sinds de 17e en de 18e eeuw. Ik wens de historische kring geluk met deze prachtige tentoonstelling en wel heel in het bijzonder de samensteller van de tentoonstelling met zijn team, Ton van den Oudenaal. Het Barendse geloof, het geloof van de Barenaars, begint al voor 1385. Baren was toen nog maar een heel klein dorpje. En toen was er al sprake van in de boeken van een eerste kerk in Baren, 1385. Die kerk die viel onder de bisschop van Utrecht en hoorde bij de Paulusabdij. In Utrecht is er alleen nog maar wat restanten van die Paulusabdij te vinden. Maar in Baren staat nog iets meer. We hebben de Pauluskerk nog steeds staan, alhoewel die in de loop der eeuwen wel sterk gewijzigd is. En nooit van naam veranderd? Hij is ook van naam veranderd. Hij begon als Nicolaaskerk, Sint-Nicolaaskerk zelfs. En in 1580, tot 1580 was het nog een Rooms-Katholieke kerk met een priester, eigen priester. In 1580 werd deze priester voor een feit gesteld en dat was in kerstnacht. Beter konden ze het schijnbaar niet plannen in die tijd. Je wordt of remonstrant, hervormd, of je wordt de kerk uitgezet. En de priester wilde niet en werd dus de kerk uitgezet. Kerstnacht 1580. Vanaf dat moment is het een hervormde kerk geworden. Toen de Pauluskerk gebouwd werd voor 1385, toen is er ook een doopvont neergezet. Die doopvonten in die tijd, die kwamen allemaal uit de Ardennen. Het was gewoon een massaproduct. Kun je je niet voorstellen als je nu die bijzondere dingen ziet in die kerken. Maar het was een massaproduct en ze kwamen met honderden naar de noordelijke Nederlanden. Ook de Pauluskerk kreeg zo'n doopvont. En dat was een doopvont met vier koppen. Hij staat nu nog steeds in de Pauluskerk. Maar tussen nu en toen zit een curieus verhaal. In 1580, toen de priester de kerk uitgezet werd, hebben ze vermoedelijk ook het doopvont in tweeën geslagen en weggegooid. Kleine beeldenstorm. In 1888 werd de Pauluskerk grootscheeps verbouwd en is een half doopvont teruggevonden. Dat doopvont is vanaf 1888 in de Pauluskerk neergezet voor een houten muurtje en werd gebruikt als half doopvont. 100 jaar daarna, 1976, zijn ze weer bij de Pauluskerk aan het graven. De archeologische afdeling van de historische kring is daar aan het graven en die vinden de andere helft van het doopvont. Steenhouwer de Bruin uit de Kerkstraat heeft die twee helften weer aan elkaar gezet en sinds dat moment staat er een compleet doopvont weer voor in de kerk. En dat doopvont is dus ruim 1000 jaar oud. De mens zoekt het voor de grote vragen in zijn leven toch altijd hoger op. Godsdienst kan geen problemen oplossen, maar kan wel levensvragen verdiepen. Soms ook verwarren, maar ook verdiepen. Laten we dat er toch ook bij zeggen. Daarom is het goed dat ook hier de Rozenkruisers vertegenwoordigd zijn. En goed ook dat de Apostolische Geloofsgenootschap hier verenigd is. Ze representeren precies dat wat ik bedoel. De mens is ongeneeslijk religieus en hij is een zinzoeker. Zij is een zinzoeker. En die zoekbeweging die waait alle kanten uit. En die zoekbeweging kunt u hier dus terugvinden in wat tentoongesteld is. In Baren gelooft. Ja, we hebben nu twee grote katholieke kerken in Baren. De Nicolaaskerk en de Maria Koningin. In de 60e jaren is de Maria Koningin kerk neergezet. Omdat men van bovenaf zei van ja, daar is een nieuwe wijk in ontwikkeling. Daar komen nog meer wijken. Het Eemdal zal daar helemaal ontwikkeld gaan worden. Waar moeten wij ons op de jonge gezinnen richten?
Die Nicolaaskerk kreeg op een gegeven moment zelfs te horen van, nou, met een jaar of 7, dan zal het wel gebeurd zijn met de Nicolaaskerk en dan zal de Maria Koningin de enige kerk zijn die overblijft. Dat is gelukkig niet gebeurd. Beide kerken zijn bewaard gebleven en beide functioneren ook. Beide gemeenten zijn wel totaal verschillend, alhoewel men beide onder dezelfde paus vallen. Wat een geluk, hè, dat die kerk niet afgebroken is. Dat is maar heel gelukkig, want ik denk dat beide kerken gewoon hun eigen gemeente, hun eigen doelgroep hebben, als je dat zo mag noemen. En ze voldoen ook beide gewoon in goede behoeften en ze zitten ook beide redelijk tot goed vol. En hij is niet eens zo heel gek oud, de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat? Nee, de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat is eigenlijk de derde Nicolaaskerk. Want er heeft dus een Nicolaaskerk op de Brink gestaan, dat is nu de Pauluskerk. Er is een Nicolaaskerk gebouwd aan de Kerkstraat. Die kerk die is in 1840 zo'n beetje gebouwd. In 1853 werd die officieel in gebruik genomen, maar is in eind 1800 afgebroken omdat de gemeente te groot werd en er niet meer in paste. Die oude Nicolaaskerk die had een prachtige toren. De huidige heeft dat niet. Die heeft alleen een aanzet voor een toren, maar daar is nooit verder aan gebouwd. Het geld wat men daarvoor bij elkaar heeft gehaald om die toren te bouwen is later gebruikt om een school neer te zetten. En dat is nooit meer aangezuiverd, het kapitaal. En dus werd er weer een Nicolaaskerk gebouwd die wat groter was. Ton, wat ligt daar nou voor een heel klein dingetje in die vitrine, zonder bril niet eens te zien? Nou, zelfs met bril is moeilijk te zien. We hebben hier geprobeerd allerlei voorwerpen van Barense kerken bij elkaar te brengen, maar we hebben ook wel algemene voorwerpen in de tentoonstelling en dit is er één van. Dit is een miniatuur bijbeltje, ingebonden in leer, met opdruk. Het is 5 bij 5 millimeter groot en de bladspiegel, dus de tekst die erin staat, is slechts 3 bij 3 millimeter groot. En op die pagina's staat in 10 verschillende talen het Onze Vader. En dat Onze Vader is in één letterblokje uitgegraveerd. En dat is een Nederlands product en dat kon alleen maar bij de lettergieterij in Amsterdam. En die zat in de Wieboudstraat. En in de Wieboudstraat rijdt een tram. En die tram die maakt bewegingen en dat voel je ook in het gebouw. En zeker bij het graveren van die hele kleine tekst. Dus dit is alleen maar 's nachts tussen 2 en 5 gegraveerd. Om die trillingen te voorkomen, want dan ging het niet goed. Ik heb wat foto's gemaakt van die pagina's. Om zeker te zijn dat er inderdaad die tekst op staat. En als je dat dan sterk vergroot, wat we gedaan hebben, dan kun je inderdaad het Onze Vader in het Zweeds, in het Duits, in het Engels, in het Nederlands, in het Frans lezen. En wat was nou het nut van zo'n heel klein boekje? Het is alleen maar een reclamemiddel eigenlijk van die lettergieterij om te laten zien van kijk eens hoe nauwkeurig wij kunnen werken. Je moet je dus voorstellen dat dit gemaakt is voor het digitale tijdperk. Dit is echt met hand gegraveerd. Niet gescand, verkleind en verkleind en verkleind. Nee, het is echt 1 op 1 gegraveerd. 3 millimeter bij 3 millimeter, het hele Onze Vader. Welke tentoonstelling wordt er gehouden in 2030? Baren gelooft in 2030. Is het dan Baren gelooft het wel? Of? Ja. Dan zal er, wat er nu het geval is, zeker een echte moskee staan. In plaats van een schoolgebouw, denk ik. En helaas nog niet, denk ik, een synagoge. Hoeveel kerken staan er dan nog en worden die door de beleiders van het christelijk geloof bevolkt? We vragen het ons af. Er zullen er zeker minder zijn. En welke functie hebben die kerken dan nog als afgestoten gebouw? Gaat het proces van ontkerkelijking door? Is het wat met de gebouwen gebeurt symptomatisch voor de Barense dorpscultuur en voor de cultuur in Nederland? Wat staat ons te wachten op het gebied van kerkelijke organisatie en geestelijk leven? Want ik zei u, als er één God is, waarom zijn er dan zoveel kerken? En als er zoveel kerken zijn, waarom is er dan misschien wel niet één God? Misschien is dat niet de beste vraag. En zegt Kees Stip het nog eens een beetje anders, dat we out of the box moeten blijven denken als het over God gaat. Kleur. Laatst heb ik de voorzienigheid getart door God te vragen hoe het kon gebeuren dat schepselen in zulke gekke kleuren zijn uitgevoerd als geel en bruin en zwart.
En God zei, goeie man, je moet niet zeuren, de mensheid ligt me zozeer aan mijn hart, dat ik bij voorkeur iedereen apart wat bij zou werken en wat op zou fleuren. En waar ik wel het minst aan ben gewend, zijn al die nog onafgewerkte bleken. Ik heb me op mijn scheppingswerk verkeken. Dus ongebakken deegsliert die je bent, ga liggen op het strand of in je tuin en bak in godsnaam gauw een beetje bruin. In plaats van Thank you.